Goedenavond. Handmaid in Brugge. In vogelvlucht dan. Want als jullie graag meer willen weten, verwijs ik graag door naar de publicatie die jullie straks allemaal ontvangen bij het buitengaan. Als je aan Brugge denkt en handmade hoort, dan denk je al snel aan Kant of chocolade. Maar Brugge heeft wel meer om je uit te pakken. Brugge heeft een lange traditie van verfijnd vakmanschap, zowel in het verleden als vandaag. Denk maar aan de vele monumenten en erfgoedobjecten in de stad die uitblinken in virtuositeit en meesterschap. De duizelingwekkende verfijndheid van het houtsnijwerk, steenkapwerk, smeedwerk aanwezig in de stad. Brugge was in de middeleeuwen en de eeuwen erna een internationaal centrum voor lakennijverheid, verluchte handschriften, kantwerk en zoveel andere ambachten. Maar ook vandaag is Brugge nog thuisbasis voor vele vakmensen, ontwerpers en ambachtelijke ondernemingen. Op culinair vlak schittert Brugge als gastronomische hoofdstad met maar liefst 14 Michelinsterren, experimentele chocolatiers en vermaarde hotelscholen. Zoals Geert jullie straks zal toelichten, is Brugge ook wereldcentrum op het vlak van kalligrafie, letterbeeldhouwen en letterontwerp. Maar ook stad van boeken, stad van drukkers, schrijvers en illustratoren. Brugge en Kant, daar kunnen we niet omheen, maar misschien minder gekend. Brugge is ook internationaal bekend voor het maken van liturgische gewaden, versierd met goudborduurwerk. En er zijn ook enkele kleinschalige bedrijven gespecialiseerd in huishoudlinnen actief in de stad. De regio Brugge heeft ook een eeuwenoude traditie in de laurierteelt, die zelfs teruggaat tot de 17e eeuw. Ook vandaag nog worden in en rond Brugge nog steeds laurieren kunstig in vorm gesnoeid en zijn bloemenkunstenaars aan de slag. Brugge staat ook sterk in het restaureren van wat we erfden uit het verleden. Jonge en oude handen zijn gepassioneerd in de weer met het doen heropleven van erfgoedobjecten en sites. Maar er wordt ook vernieuwd in Brugge en verrassend aan de slag gegaan met oude ambachtelijke technieken. Diverse jonge ontwerpers experimenteren en zoeken innovatieve grenzen op om zo tot productvernieuwing te komen. Dat Brugge heel wat troeven heeft om mee uit te pakken als het verfijnd vakmanschap betreft, mag duidelijk zijn. Met Handmaid in Brugge willen we Brugge nog sterker profileren als stad en regio van baanbrekend vakmanschap. Het kleinschalige vakmanschap sluit perfect aan bij het intieme historische karakter van de stad en speelt in op actuele trends. Handmaid in Brugge wil voortborduren op een eeuwenoude traditie, maar tegelijk inzetten op creatie en innovatie. Toekomst maken voor Brugge betekent immers ruimte geven aan experiment zonder het verleden te vergeten. Kiezen voor baanbrekend vakmanschap biedt de stad kansen op diverse terreinen. Niet in het minst om ons erfgoed toekomstperspectieven te geven. Het biedt de mogelijkheid om met een hedendaagse blik naar het verleden te kijken, om participatiever met erfgoed om te gaan, om makers van vandaag het meesterschap uit het verleden te laten ontrafelen. En zo immaterieel cultureel erfgoed, het rijke erfgoed aan tradities en gebruiken, waar vakmanschap en ambachtelijke technieken deel van uitmaken, zo de 21ste eeuw in te leiden. Maar ook voor het toerisme kan Handmaid in Brugge een frisse wind betekenen. Het voegt een nieuwe verhaallijn toe aan de stadsprofilering en reikt alternatieve vormen van toerisme en stadsbeleving aan die gericht zijn op zingeving en uitwisseling tussen stadsbewoner en stadsbezoeker. De vraag naar belevingstoerisme groeit. De vraag naar unieke handgemaakte producten met een verhaal en een duidelijke herkomst evenzeer. Toerisme kan hier moeiteloos op inspelen door de kaart van baanbrekend vakmanschap te kiezen. Handmaid in Brugge zet handen aan het werk, dus ook economie kan er wel bij varen. Het is belangrijk een vruchtbaar klimaat te creëren waar baanbrekend vakmanschap kan gedijen, om starters in de regio beter te ondersteunen en creatieve ondernemers aan te trekken die investeren in innovatie. Waar maakt Handmaid in Brugge best werk van? Het initiatief wil enerzijds het bestaande aanbod sterker in de verf zetten en anderzijds verdere ontwikkeling ervan stimuleren.
In de blauwdruk geven we straks enkele aanzetten die we bundelden onder 5 programmalijnen. Als eerste willen we natuurlijk inzetten op een duidelijkere profilering van de stad als stad van baanbrekend vakmanschap. Hiertoe zet de stad idealiter een eenduidige communicatiestrategie op. De diensten toerisme, cultuur en economie dragen deze boodschap best gezamenlijk uit. Het accent ligt daarbij niet op het verleden, maar op de creatieve dynamiek in de stad en het streven naar kwaliteit, verfijning en vernieuwing. Toerisme Brugge kan een initiërende rol spelen door de diverse stakeholders samen te brengen, verschillende acties op de sporen te zetten en pers en media te mobiliseren. Daarnaast willen we meer zichtbaarheid geven aan het ambachtelijk vakmanschap in de stad. De schijnwerpers laten schijnen op zowel het vakmanschap uit het verleden als dat van vandaag. Dit door meer ambachtelijk design in het straatbeeld te brengen, te kiezen voor origineel straatmeubilair, door de organisatie van evenementen of acties als Toon je handen, waarbij open ateliers en een actieve beleving van ambachten gestimuleerd worden, maar ook door het lanceren van bijvoorbeeld een label Handmade in Brugge dat producten en makers onderscheidt en de stadsprofilering mee uitdraagt. Het aanbod handgemaakte producten dat stadsbezoekers in de stad kunnen vinden, moet dringend opgekrikt. Brugge zou met het stimuleringsbeleid een kwalitatiever aanbod aan souvenirs en meer lokaal en ambachtelijk geproduceerde producten kunnen aanmoedigen. Maar ook frisse winkelconcepten toejuichen of het sterker in de verf zetten van het maakverhaal achter het product. Brugge kan het verschil maken met andere steden door in te zetten op crossovers tussen traditie en vernieuwing. Met het verleden als inspiratiebron kan co-creatie over disciplines heen, maar ook samenwerking met het bedrijfsleven en experiment met nieuwe technieken in bijvoorbeeld een fablab de uitgelezen weg zijn om tot productvernieuwing te komen. Een rijke traditie als gedroomde voedingsbodem voor innovatie. Een stad heeft nood aan broedplaatsen. Ze geven een stad zuurstof. Door coworking en creatieplekken aan te bieden, kan de stad jong en ondernemend talent aantrekken dat zich hier kan vestigen. Een broedplaats is een plek in de stad waar ontmoeting, creatie, ondernemerschap en experiment samenkomen. Een oude industriële of religieuze site in het centrum van de stad die herbestemming vraagt, zou een gedroomde locatie kunnen zijn. Het zal jullie allicht duidelijk zijn. Handmade in Brugge vraagt een sectoroverschrijdende aanpak en begeeft zich op de terreinen erfgoed, toerisme, economie, cultuur, stedenbeleid en zelfs onderwijs. Het wil zowel beleid, stadsdiensten, ondernemers en organisaties die actief zijn op het terrein, als ook het brede veld van creatieve individuen mobiliseren. Handmade in Brugge kan enkel worden gerealiseerd als er gezamenlijk actie wordt ondernomen en iedereen het project mee enthousiast uitdraagt. 15 ambassadeurs voelden zich alvast geroepen. U ook? Bedankt. Goedenavond, dames en heren. Is Brugge een boekenstad? Die vraag stelden we iets meer dan een jaar geleden in een druk bijgewoonde Bikorf op een lezingenavond en het antwoord is een duidelijke ja. In de binnenstad alleen al bevinden zich meer dan 20 boekhandels, elk met hun eigen specialiteit en insteek. Brugge heeft per capita meer boekhandels dan boekenstad Antwerpen. Bovendien ligt de oudste boekhandel van Vlaanderen op de markt van Brugge. En ook voor bibliophielen is Brugge de place to be. Met de druk bijgewoonde boekveilingen van Mark van de Wielen, de vele boekantiquariaten en de tweedehands boekenwinkels. Al deze boekhandels danken hun bestaan aan een diepgewortelde leescultuur. Dat blijkt ook als we naar de cijfers kijken van de openbare bibliotheek. De bibliotheek telt 30.000 actieve leden en bereikt daarmee 60% van de Brugse bevolking. Dat is hoog in vergelijking met andere Vlaamse steden. Nog een uiting van deze leescultuur zijn de vele leesgroepen die in Brugge actief zijn. Maar in Brugge worden niet alleen boeken gekocht en gelezen, ze worden er ook gemaakt. Onze stad telt heel wat schrijvers en dichters en heeft ook veel schrijvers en dichters van elders geïnspireerd. Hier ziet u een lijst van personen die ofwel hun boek
hebben gesitueerd in Brugge, oftewel hier, naar hier gekomen zijn om een verhaal te schrijven. En ook de Brugse boekillustratoren doen het bijzonder goed en vallen internationaal in de prijzen. Boeken worden in Brugge ook gemaakt door uitgevers en drukkers. Een specialiteit is de productie van kunstboeken. Uitgevers en drukkers uit de regio, zoals Die Keuren, Stichting Kunstboek en Flint Graphic Group, onderscheiden zich door een bijzondere aandacht voor layout, typografie en beeldkwaliteit. Zij zetten daarmee een lange traditie voort, zoals u hier kan zien. Al in de middeleeuwen was Brugge een productiecentrum voor kunstige boeken. De Brugse scriptoria brachten de mooiste handschriften van het westelijk halfrond voort, voorzien van prachtige illustraties. Elke grote bibliotheek, van New York tot Sydney, heeft vandaag wel enkele middeleeuwse Brugse handschriften in huis. Zij zijn de pronkstukken op tentoonstellingen wereldwijd en de beste ambassadeurs voor Brugge als historische kunststad. Ook na de uitvinding van de boekdrukkunst, iets dat iets minder geweten is, bleef Brugge toonaangevend op vlak van boekproductie. Wist u bijvoorbeeld dat het eerste boek in de Engelse taal in Brugge is gedrukt? En de mooiste incunabelen, dat zijn boeken die gedrukt zijn voor 1500, werden niet in Antwerpen gedrukt, maar, zoals u hier kan zien, door Collard Mention in Brugge. Een volgende troef waar ik jullie aandacht op wil trekken, is het rijke boekenerfgoed dat Brugge door de eeuwen heen heeft vergaard. Ik heb het dan over handschriften, oude drukken, prenten, oude almanakken, kunstige boeken en kranten. En hier ziet u een afbeelding van de oude bibliotheek van Terduinen, dus die overgegaan is naar het Grootseminarie. Het is een van de belangrijkste erfgoedcollecties, samen met die van de Openbare Bibliotheek in Brugge. Maar er zijn er nog vele, zoals deze 17e-eeuwse kloosterbibliotheek van de paters Karmelieten in de Ezelstraat, die de Franse Revolutie wonderwel heeft overleefd en nog steeds de kloostergemeenschap vandaag inspireert. En zo zijn er in Brugge in totaal zo'n 30 erfgoedbibliotheken, groot en klein, beheerd door kloosters, scholen, verenigingen en privéverzamelaars. Is Brugge een boekenstad? Ja dus. Maar toch heet de toekomstvisie die we vanavond presenteren niet boekenstad, maar letterstad. En dat komt omdat in Brugge letters niet alleen een leven leiden in boeken, maar ook daarbuiten. En dat danken wij aan de vele kalligrafen en letterbeeldhouwers die deze stad rijk is. Brugse letterkunstenaars worden wereldwijd gevraagd om les te geven en opdrachten uit te voeren. Zo was er afgelopen zomer, om dat even te illustreren, een conferentie, een internationale conferentie in Portland, in Amerika. En er waren 30 lesgevers, 27 uit Amerika, 7 uit Europa, waarvan 4 uit Brugge. Iemand had mij ook verteld dat als je in de calligrafiewereld zegt dat je van Brugge bent, dat je beschouwd wordt als een halve god. Brugge, waar in de middeleeuwen de scriptoria bloeiden, geeft vandaag opnieuw internationaal de toon aan op vlak van letterkunst. En dat gegeven maakt Brugge uniek en is een sterk verhaal. Brugge kan zich hiermee profileren als een levende cultuurstad waar erfgoed en hedendaagse creatie samengaan. Deze sterke en dynamische niche van letterkunst kan een hefboom zijn om de brede sector van boeken en letters in Brugge te versterken en meer in de kijker te zetten. Maar hoe kunnen we ons Brugge letterstad nu voorstellen? Ik ga jullie meenemen met de teletijdmachine naar het jaar 2018 in Brugge. Nu, stel je even voor, je bent een toerist. En ik heb dit standpunt gekozen, maar we zouden ook die van de bewoner kunnen kiezen. Je hebt de intentie om Brugge iets diepgaander te ontdekken. Je bent op zoek naar een gezellige plek om te ontbijten. Een app, in 2018 heeft iedereen dat dan, wijst je naar de weg naar een lunchroom waar je heerlijk kan ontbijten, te midden van boeken. En de boeken die je op tafel kan lezen, die kan je ook kopen. Daarna ga je op stap in de stad. En een van de eerste zaken die je opvalt, zijn de stijlvolle straatnaamborden en de kunstig gebeitelde huisnummers en naambordjes op de gevel. Het zijn kleine dingen, maar ze dragen bij tot de schoonheid die je in Brugge ervaart. Dan valt je oog op een affiche. Je leest dat momenteel in Brugge de tweede triennale voor de letterkunst plaats heeft. Op het programma staat een internationale conferentie, een summer school voor calligrafen, een beurs met allerlei calligrafische artikelen, bibliofiele uitgaven en letterstenen in de Garenmijnzaal en een brede waaier aan workshops, van calligrafie en letterkappen tot boekbinden, boekverluchting en letterdrukken. Het kloppend hart van deze triennale is een voormalig klooster in de binnenstad dat omgevormd is tot lettersite. Dit is een willekeurig beeld, overigens. Op het programma
staan een internationale conferentie... Je besluit om een bezoek te brengen aan deze lettercite. En op de kloostermuur hangen een aantal banners die je om de hoek leiden naar deze mooie groene oase midden in de stad. En in de tuin zie je een aantal mooie lettersculpturen in steen en metaal. Het is warm en je drinkt een verfrissende Brugse zot. Op de bierviltjes staan woorden of zinnen die inspireren. Daarna ga je op ontdekking op de site. Je gaat eerst binnen in het 17e-eeuwse kerkgebouw. Je aandacht wordt getrokken door grote doeken die voor de vensters hangen. Daarop staan kalligrafische interpretaties van citaten die voor de orde die dit pand vroeger bewoonde belangrijk zijn. En in de kerk is er een expo waarin handschriften en boeken uit de oude kloosterbibliotheek de dialoog aangaan met de hedendaagse kalligrafie en kunstboeken. Vanuit de kerk kom je in de pandgang, waar grote projecties op de muur montages tonen van ambachtelijk werkende handen en aspecten van de werking die in het gebouw doorgaan. Kalligrafie, letterbeeldhouwen, zeefdruk, boekbinden. Je gaat de trap omhoog en je komt terecht in de oude kloosterbibliotheek. En je ziet daar boekrestaurateurs aan het werk in dit mooie historische kader. Terug beneden kan je binnenkijken in verschillende werkateliers en educatieve ruimtes. Je ziet hoe ontwerpers experimenteren met de mogelijkheden van 3D-printing en lasercutting. En je ziet jongeren aan de slag met de erfgoedkoffer en proberen te schrijven met pen, met inkt en veer. In een volgend atelier geraak je aan de praat met een vrijwilliger die vroeger drukker was en een demonstratie geeft met enkele oude drukprocedés. Je kan er ook zelf adreskaartjes drukken met de handpers. Intussen is het 2 uur in de namiddag en je hebt honger. Je gaat naar de oude refter van het klooster en schuift aan de lange houten tafel. En je eet een heerlijke maaltijdsoep. Na het eten ga je nog even langs in de shop waar je verrast wordt door het unieke shopconcept. 25 Brugse ontwerpers selecteerden telkens 5 objecten die een link hebben met de thema's letters en boeken. Om al deze indrukken een beetje te laten bezinken, ga je verder op stap in de stad. Je wandelt rond in de mooie Sint-Anna-wijk, die je app heeft aanbevolen. En je komt uiteindelijk terecht in de mooie binnentuin van het Gezellenmuseum. Je bent gecharmeerd tot het mooi ingerichte museum. Ik werk overigens voor het Bruggemuseum, dus niet toevallig. En achteraan is er een kleine tentoonstelling van Ex Libri, een houtsnede uit het interbellum door de Brugse graveur Gerard Schelpen. 's Avonds in het hotel lees je een spannend boek die je in een van de vele boekhandels van Brugge hebt gekocht. Nu, veel van de dingen die ik net heb verteld, die kan je eigenlijk vandaag al zien en beleven in Brugge. Maar de sleutel tot succes zit in het verbinden van de vele kwaliteiten die Brugge te bieden heeft en het creëren van momenten en plekken die deze kwaliteiten verbinden. Een triennale voor de letterkunst en een lettercite waar boek en erfgoed en hedendaagse kalligrafie in een originele mix samenkomen, kunnen de motor zijn voor een dynamische werking rond Brugge Letterstad. Een werking die niet alleen interessant is voor toeristen, maar ook voor de bewoners zelf. Wat ook nodig is, is een trekker die verbindingen legt, bestaande dynamieken versterkt en waar nodig extra injecties geeft. En een stadsbestuur die zorgt dat deze trekker zijn werk goed kan doen. Ik hoop dat ik jullie heb overtuigd van het potentieel van Brugge Letterstad en nodig jullie uit om deze verhaallijn voor Brugge mee vorm te geven en waar te maken. Dank u voor jullie aandacht.